Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Deze video, zoals beloofd, wordt een Q&A. Oftewel, question and answer. En ik heb gewoon serieus over de 100 vragen gekregen van jullie. En die ga ik nu oplezen en daarna de vraag beantwoorden. Ik vind het best wel leuk. Er zitten best wel goede vragen tussen ook. Dus ik hoop dat jullie mij hierdoor wat beter leren kennen. Ik ga zoveel mogelijk vragen proberen te antwoorden in zo kort mogelijke tijd. Daar komt ie. Vraag 1. Wanneer maakte jij de reis van je leven? Dankjewel, Louisa. Samen met mijn Nederlandse vader en moeder en mijn broertje en zusje zijn we naar Colombia afgereisd 2 jaar geleden. En hebben wij een rootsreis gedaan. Wij zijn alle 3 geadopteerd. We zijn geen familie van elkaar. Maar we komen wel alle 3 uit Colombia. En we hebben alle 3 onze moeders gevonden in Colombia en familie. En dat was een hele bijzondere reis die ik nooit meer ga vergeten. Dus dat was echt wel de reis van mijn leven. Die draag ik diep in mijn hart bij me. Vraag 2. Leukste gebeurtenis, moment samen met Laura. Velen van jullie hebben het misschien al wel eens gehoord. Sommigen die kennen het, anderen blijkbaar nog niet. Maakt niet uit, de eerste keer Latin Village voor mij. Dat is denk ik een paar jaar geleden, een jaar of 3, 4. Denk 4 jaar geleden alweer. En toen zijn we daarna wezen afteren in Club R. Snel de koffers gepakt en zijn we in 1 keer naar Schiphol gegaan. En in het vliegtuig gestapt naar Barcelona. En dat moment van een festival in de zon, dansen in een club, vliegtuig nemen naar Barcelona en je eindigt op het strand de volgende dag. Dat moment ga ik echt nooit meer vergeten. Wat voor opleiding heb je allemaal gedaan? Ik heb sociaal-cultureel werk gedaan, met theater erbij, in Leeuwarden op de Friese Poort. Die heb ik niet afgemaakt. Dat was een mbo-opleiding en daaraansluitend ben ik namelijk aangenomen op de hbo-opleiding Lucien Martas in Groningen. Dus toen heb ik het sociaal-cultureel werk laten zitten, want ik ging naar de dansacademie, dat was echt heel vet. Daar heb ik een aantal jaar op school gezeten, maar toch kwam ik erachter dat ik eigenlijk make-up veel leuker vond. Ik kom zo meteen erop terug waarom ik geswitcht ben. Daarna heb ik een basisopleiding visagie gedaan, daarna een allround opleiding make-up specialist. En toen ben ik bij MAC gaan werken. Daar word je intern ook verschillende keren getraind en opgeleid in de producten en de kennis en de visie achter het merk. Bij Make-up Studio heb ik gewerkt en ik heb daarna nog training gehad van Anastasia Beverly Hills voor wenkbrauwen. En ik heb nog een cursus gedaan voor wimper extensions. Dus dat is een hele hoop op een rij. Wat is het gekste wat je deed toen je dronken was? My god, wil je het echt weten? Ik heb serieus een keer in een nacht ben ik dronken gevoerd door een aantal collega's en door Laura. En het was veel te gezellig en ik had geen rem. En uiteindelijk wilde ik me alvast omkleden om naar bed te gaan. Maar toen kon iemand buiten iets niet vinden en ben ik zo in mijn ondergoed, in mijn boxshort volgens mij. Maar dan wel echt zo'n, zeg maar niet zo'n lange slaapboxershort, maar echt zo'n heel sexy boxshort. Hup, de straat op gegaan en alles maar even een beetje gewezen hoe alles moest. Er zijn echt foto's van gemaakt en ik ben zo hey, weer teruggegaan naar binnen en heb binnen nog een hele fotoshoot gehad. Die foto's mogen echt nooit naar voren komen. Bij wie zou je heel graag nog een keer haar en make-up willen doen? Nou, dat is voor mij heel duidelijk. Ik heb 1 woman crush en dat is Angelina Jolie. Die zou haar gezicht, zou, en die ogen en haar huid en dat haar, ik zou haar zo graag nog een keer nog mooier willen maken dan dat ze al is. Ja. Je moet naar een onbewoond eiland. Wat neem je mee? Make-up of kleding? Nou, ik denk vrij makkelijk. Want op een onbewoond eiland waar niemand is, heb ik niks aan mijn make-up. Kan de hele dag mezelf zitten opmaken. Heb ik niet veel aan, dus ik ga toch echt voor kleding. Wat vind je het mooist aan jezelf? Innerlijk en uiterlijk. Ik denk uiterlijk. Ik vind mijn ogen en mijn lippen wel mooi. En innerlijk ben ik blij met de eigenschap dat ik niet bang ben om te communiceren met mensen. Ja, ik vind dat wel een mooie eigenschap. Ja, dat ik echt merk dat ik gewoon in gesprek durf te gaan met anderen en het achterste van mijn tong durf te laten zien. Heb je iemand op het oog momenteel? Nee. Nee, helemaal niemand. Helaas. Wat vind je leuker? Make-up of haarstyling? Er is eigenlijk niet 1 ding wat ik leuker vind. Ik vind de afwisseling juist fantastisch. Dus het ene moment ga ik helemaal los omdat ik dan weer creatief kan zijn met haar. En het andere moment vind ik het een hele mooie uitdaging om iemand zo mooi mogelijk te maken naar diegene zijn behoeftes.
Dus nee, ik heb niet echt een voorkeur aan of make-up of haarstyling. Beide. Ben je hetero of homo? Dat is de vraag die ik inderdaad heel veel gelezen heb in mijn reacties. En veel van jullie weten het niet. Anderen denk ik kunnen het gewoon heel makkelijk zien. Ik kwam er op hele jonge leeftijd al achter dat ik ook op jongens viel. Ik denk dat ik al een jaar of 14, 15 was. Maar dat wil niet zeggen dat ik alleen maar op jongens val. Want ik heb ook zeker relaties gehad met meiden. Wat ik zo bijzonder daaraan vind is ik hou gewoon van mensen. Ik kan mensen als persoon heel mooi vinden. Of je nou een man of een vrouw bent. Als de chemie tussen jou en mij zo mooi is dat we elkaar stimuleren te groeien, te ontwikkelen, dan durf ik met diegene een relatie aan te gaan. En dat heeft voor mij niet zozeer te maken met man of vrouw. Dus zoals mijn vader altijd zei, je hebt zwart en wit, maar er zit heel veel tussen. And that's me. Heb jij wel eens gevoelens voor Laura gehad? Heel veel! Echt heel veel gevoelens, maar geen liefdegevoelens, nee. En wij zijn gewoon echt broer en zus. Dus ik weet niet of meerdere dat van jullie hebben, gewoon met een beste vriend, daar vind je niet zoveel van. Je vindt diegene gewoon heel mooi, heel knap, heel lief, heel leuk, wat dan ook. Maar liefde is niet op die manier in het spel zoals je op een ander verliefd zou kunnen worden. Dus nee, no worries, ik heb geen gevoelens voor Laura. Als je een ander beroep zou moeten kiezen, wat zou dat dan zijn? Ik zou arts willen worden. Arts, chirurg, dokter. Ik zou er wel iets slimmer moeten zijn, want ik zou iets meer moeten kunnen leren, een jaar of 12. Maar ik zou dan heel graag gewoon chirurg willen zijn. Gewoon, het klinkt raar, maar ik ben gewoon heel erg gefascineerd door het menselijk lichaam. Dus hoe het werkt, hoe het in elkaar zit, het oorzaak en gevolg. Waar dingen door ontstaan, hoe dingen mis kunnen gaan. En ik vind het gewoon heel mooi dat wij als mensen, dat we zo ontwikkeld zijn dat we elkaar kunnen helpen. Dus ja, ik zou dan arts of zo willen worden in een volgend leven. Favoriet vakantieland? Thailand. Kan ik heel simpel in zijn, heel straight. Ik heb echt een stukje van mijn hart achtergelaten in Thailand. Mijn god, wat is dat een mooi land, serieus. Must go. Als je iets aan jezelf zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? Haar. Ik zou echt een mooie volle bos haar willen. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja. Maar helaas, pindakaas. Ik heb een soort van vlaspruikje op mijn hoofd. En huid. Ik zou ook wel een ander soort huid willen. Gewoon normaal, glad. En die voor mij is heel ontstekengevoelig. En heb daar echt in mijn puberteit en late puberteit heel erg veel last van gehad. En eigenlijk nog steeds wel. En dat kan heel onzeker maken. Dus dat zou ik willen veranderen. Niet dat dat mogelijk is, maar hoi. Heb je wel eens ruzie met Laura? Die vraag heeft zij ook al vaker beantwoord. Maar nee, wij hebben nooit ruzie. Waarom? Omdat ruzie vind ik persoonlijk eigenlijk een onvermogen aan communicatie. Omdat dan is het al zo ver gekomen dat je niet meer anders kan dan schreeuwen of huilen of woede. En als Laura en ik iets met elkaar hebben of er is iets vervelends of er is iets irritants, dan zeggen we dat gewoon direct. Zodat we die opkroppingen voor zijn. En zo zijn wij dus ook ruzies voor. Want sorry, ik vind dat echt nergens voor nodig. Wat is echt een blunder qua beauty? Make-up. Ja, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Er zijn een hele hoop dingen die beter kunnen en die mensen anders kunnen doen. Maar een van de grootste dingen wat ik toch echt wel een blunder vind, is dat mensen 2, 3, 4 tinten donkerdere foundation zoeken dan dat ze zijn. En het dan niet juist weten aan te brengen en dan oranje streep hier aan de zijkant te hebben en in hun haargrens, terwijl je blond bent. Sorry lieve schat, don't do it. Accepteer je kleur, maak je mooi op, je ziet er veel mooier uit. Echt waar, geloof me. Dus dat is eigenlijk een ding die ik zou aanraden. Waar mag iemand je voor wakker maken? Eten. Heel simpel. Een goed bord, zelfgemaakt, gezond eten. Maakt me niet uit wat. Echt, daar mag je me ten alle tijden voor wakker maken. Serieus. Wat is je slechtste eigenschap? Oké, ik heb er wel één. Ik ben vergeetachtig. Ik ben echt vergeetachtig. Ik kan... En sorry, ik bied echt nu alvast mijn excuus aan voor als het misschien bij jou een keer is voorgekomen. Er zijn mensen geweest in mijn leven die ik ooit een keer heb opgemaakt of met wenkbrauw gedaan heb of
die ik ooit een keer in een club ben tegengekomen. En die kom ik dan heel ergens anders in een winkel, in een club of juist bij mij de stoel weer tegen. En dan ben ik het gewoon vergeten. Het zegt mij niks meer. En dan tijdens het gesprek merk ik ineens dat die mensen al eerder bij mij zijn geweest. Dus ja, dat is eigenlijk een slechte eigenschap. Dus nogmaals, mijn excuses als het je ooit een keer zou overkomen. Ik doe het echt niet met opzet. En dan ben ik aangekomen alweer bij mijn laatste vraag. Wat is je favoriete make-up merk? Heel simpel, kan ik heel duidelijk in zijn. Jane Iredale. Waarom? Dat is gewoon het mooiste merk qua basis, concealers, verzorging, ingrediënten, poeders. Het blijft mat, het blijft de hele dag op je gezicht. Dus het is echt een aanrader. Ik ga ermee samenwerken. Ik heb mijn eerste gesprek er al mee gehad. En dan ga ik jullie er allemaal aan brengen. Want geloof me, de producten zijn prachtig. Dus heb nog even geduld, hou de vlogs in de gaten. En dan komt mijn favoriete make-up merk binnenkort bij jou in je tas. Oké, dat was het alweer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je me een beetje beter hebt leren kennen. Mocht er nog iets zijn, zet het lekker in de comments neer. En als ik zin heb, dan beantwoord ik die ook nog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik hoop je graag weer te zien in mijn volgende video. Dankjewel voor je aandacht en voor het kijken. Doei doei, ciao.